De offerblokken in de parochiekerk Heilige Maria Presentatie in Asten zijn vorige week vrijdag gekraakt en vernield. Pastoor Pieter Schepers kreeg vrijdagmiddag te horen dat de kerk op instorten stond. Pastoor Pieter Schepers, vrijdagmiddag werd u gebeld, want de kerk stortte in. Dat klopt, er kwam een vrouwtje uit paniek de kerk uitgehold, omdat ze dacht dat de kerk aan het instorten was. Namelijk een heel de kerk hier in deze hoek lag bezaaid met brokstukken. En ze was aan het rondkijken en ze dacht, nou, hij stort in. Maar er was iets anders aan de hand. Er was iets anders. Veel ernstiger. Nou, veel ernstiger weet ik niet, want als je instort, dan ben je alles kwijt. Maar ja, goed, je ziet het resultaat. Hier heeft ooit een offerblok gehangen ter ere van de armen. Het beeld van Sint Antonius. En die was ook patroon voor de armen. En hier konden dan de Astenaren konden hier dan geld deponeren voor het voor de armenproject. Daar hing er, maar dat is al 50 jaar niet meer gebruikt, omdat wij ondertussen andere middelen hebben om voor de armen te zorgen. Er zat niks in. Er zat niks in. En dat is eigenlijk, vind ik dan nog veel zuurder. Het is er afgeslagen en je ziet hoe de pilaar eruit ziet. Gewoon de hele hoeken zijn er uitgemapt. Doe je niet met een zakmes of zo? Nee, ik denk dat dat wel voorbedacht raad is geweest. Dat is volgens mij met mijn koevoet gebeurd. Dat kan niet anders. Maar in ieder geval met vol geweld, want de brokstukken lagen werkelijk echt overal. En was het de eerste keer dat zoiets gebeurd in de kerk? Dit zo op zo'n manier met grof geweld, dat is denk ik wel de eerste keer. We hebben wel een collectezuil die wij regelmatig moeten terugzoeken in het Moezolpark. Ook daar zit niks in, want hier wordt alles gewoon minimaal 4 keer per dag leeggehaald. Dus ja, en laat er dan een 5 euro in zitten. Ja. Nou ja, goed, wat dit gaat kosten, daar wordt verzekeringswerk, dat moet gemaakt worden. Het is een Rijksmonument, dus daarom zijn we verplicht om het te moeten maken. Maar dit gaat duizenden euro's kosten. Ja. Baldadigheid of mensen die gewoon zo in het nauw zitten dat ze zelfs zulke dingen doen? Ik hoop dat als mensen zo in het nauw zitten, dat ze weten hier tegenover het gemeentehuis is, waar ze goede middelen hebben om mensen te helpen. En als je daar netjes kon vragen, kunnen wij ook nog wel iets voor mensen betekenen. Dus in Nederland, daar hoef je geen zaken te vernielen om als je in de problemen zit. Ja, en baldadigheid, ik hoop dat we toch zoveel respect nog wel voor elkaar hebben dat we dat niet doen. Je hebt geen enkel idee wie de dader is? Nee. Daar ga ik ook niet over nadenken, want niks is zo gevaarlijk als mensen verdacht maken die het misschien niet zijn. Ja, de verzekering en de politie zegt ook van ja, het is een openbaar gebouw, dan moet je de kerk maar sluiten. Ja, dat is dan de enige manier om de zaak te beschermen. Zoals bij vele kerken. Zoals bijna bij, denk maar aan zomer, als je daar aankomt rijden via de Laan ter Rode, dan zie je 3 grote deurpartijen die pot en pot dicht zitten. Ik denk hoe belangrijk het is om een kerk open te houden, dat mensen er gewoon binnen kunnen, dat ze kunnen bidden, een kaarsje op kunnen steken. De enige beveiliging, heb ik zondag maar in de kerk gezegd, is dat veel mensen hier door de dag heen binnenkomen wandelen, een keer een kaarsje aansteken, waar komen bidden. En ja, dat is de beste beveiliging. We kunnen het volhangen met camera's, maar goed, dan hebben we camerabeelden en wat dan? Nou, het is open, iedereen kan er binnenlopen. Ja, ik vind het wel een beetje gevaarlijk. Of je moet allerlei dure spullen weg gaan zetten? Dat moet. Ja, daar moet je rekening mee houden. Je moet spullen die van waarde zijn, die moet je zorgen dat die weer in de kluis staan. En dan zet je dingen mee die voor het oog heel leuk zijn, maar eigenlijk niks waard zijn. Ja, daar is het risico van een open kerk. En die kerk wil die kost wat kost open houden? Ja, ik denk dat dat uniek is. In Duitsland zijn alle kerken bij je spreken nog gewoon open. Alle kapellen en kerken. En waarom zou dat in Nederland niet kunnen? En het is gewoon belangrijk. Je ziet het aan de behoefte van mensen dat die groot is om een open kerk te hebben. We hebben ook een prachtige kerk. Die mag ook gezien worden. Kijk, als we die ook al dicht gaan gooien, dan heeft deze kerk alleen nog maar 1 uur in de week nut. Als er geen uitvaarten zijn. Ja, en daar is dan de vraag van, hebben we daar nog geld voor over? En hier bij die pilaar komt alles weer terug zoals het was? Ja, zonder dan die collectebus, want die is weg. Misschien dat die in het Moezolpark ligt, hoor. Dat kan ook nog. Nee, maar dit moet teruggemaakt worden, want daar zijn we verplicht. Ja, en dan, daar is het dan.